Goedemorgen, het is zondag 1 dag voor we naar Amerika gaan. Boep, boep, helemaal zin. Het is ijskoud hier. We gaan vandaag langs oma. Civilisatie komen ook. Dus even met familie. Even. Ze gaan natuurlijk weer een tijdje weg. Dus dan willen we even met hun mieten. Even gezellig. En ja, laatste dingen inpakken. We zijn in principe klaar met inpakken hier. Dit is een beetje wat ik had ingepakt. Ik heb zo zin, dat wil je niet weten. Ik heb gisteren ook niet eens gevlogd. Maar ik had gisteren een soort hele mental breakdown. En gewoon alles. Ook met Gregor's rug en zo. Ik heb het. Het is gewoon. Het is best wel. Ik lach nu, maar dat, zo bedoel ik niet. Maar het is best wel zwaar als je een partner hebt die lichamelijk moeite heeft. En daar ook duidelijk zeg maar, psychisch moeite mee heeft. En dat, ja, het is gewoon heel ingewikkeld allemaal. En, hangt er een spider monkey? Oh, ik zag gisteren een filmpje van een spider monkey die knuffelde met iemand. Ik wist niet eens dat spider monkeys. Ik denk dat spider monkey mijn favoriete aapje is nu. Ik vind het zo schattig. Maar het over. Anyway. Ik vind het ook heel lastig om mensen te zeggen. Ik snap echt niet dat jullie op vakantie gaan met de Gregor's rug. Dit dan echt. Ja, schat. Wat is dat aapje? Is een varken. Kom. Kom, je moet naar boven. Kom. Ik kom eraan. Kom naar boven, Mila. Maar goed. Ja. Hij is behandeld met stroom en heeft hele zware medicatie die kan nemen. Dus ja, ik bedoel, iedereen kan en mag op vakantie als hij dat hoeft. Ze heeft een bepaald biggetje gezien in een zakje in het jaar van de regenboog. Ik heb Oh! Oké, snel boterham op. Koffietje, ik ga me opmaken, want we gaan naar oma. Ik dacht, we toch nog even over dat onderwerp hebben. Want ik wil gewoon kijken of ik herkenbaarheid... Of mensen dit herkennen of iets. Maar oké. Wat ik dus heb geleerd de afgelopen jaren. Van in ieder geval een partner die lichamelijke dingen heeft. En klachten en de rug. En bij ons is het een heel lang verhaal eigenlijk uitgebreid. Maar het begon eigenlijk toen we verhuisden naar onze koopwoning. Toen we gingen samen een huis. Nee, we woonden al in de flat. Nu hebben we toen kochten we huizen. Toen gingen we verhuizen. Toen begon zeg maar de drama met zijn rug. Maar ik ben gewoon eigenlijk een beetje... benieuwd of mensen herkennen, of jij nou zelf bent of een partner of iets, dat ik het idee heb dat zeg maar, niet iedereen, maar er zijn mensen die denken dan heel zwart-wit erover of zo. Dan wordt er heel erg gedaan zo van, ja maar dan is het dus niet serieus als je ook bijvoorbeeld nu wat leuks kan gaan doen. Of het is niet serieus als je op vakantie kan. Maar ik bedoel dit niet als zachter of zo. Ik ben gewoon echt benieuwd of anderen dit herkennen. Ik heb zeg maar het idee dat het dan soms heel zwart-wit wordt gezien of zo. Zo van je bent ziek. Of je hebt iets. Of je hebt lichamelijk ergens last van. Maar dat beeld klopt niet als ze zien dat je ook leuke dingen doet of zo. Dat het bijna, ik heb dan soms het gevoel dat bijna er wordt gezegd, dan mag je ook niet over de mindere dingen zeuren. Wat is het zeuren? Maar ik vind dat altijd als je pijn hebt of iemand hebt, mag je daar absoluut ook gewoon je gevoel over uiten. Alsjeblieft zeg, als dat niet zou mogen. Hoe zit dat bij, zeg maar, als iemand dan bijvoorbeeld heel... Kijk, stel je bent heel ziek. Je hebt iets heel ernstigs, je bent heel ziek, je bent bedlegerig. En het lukt je eens een keer om naar de supermarkt te gaan. Dat is dan een hele overwinning. Gaan anderen dan... Is het dan ook, wordt dan ook heel zwart-wit gezien? Dat lijkt me zo pijnlijk dat je omgeving dan zoiets zegt. Ja, maar je kan ook naar de supermarkt. Terwijl het voor jou al zo'n grote stap was, weet je wel. Hier, in ons verhaal, zeg maar. Wat natuurlijk een totaal ander verhaal is. Merk ik dat mensen juist wel heel... leuk vinden en zo. Dat we dan toch bijvoorbeeld op vakantie gaan en zo. Maar ik merk vooral dat we de andere kant hebben. Dat mensen heel erg in shock zijn als ze dan bijvoorbeeld hier zijn. En zien hoe het er soms echt aan toe gaat. Dat hij dan op bed ligt en dat soort dingen. En ik film natuurlijk niet van die... Ja, ik ga niet iemand zo op internet zetten. Maar een soort van... Juist omdat hij dan... heel stoer doet en het gewoon volhoudt en activiteiten doet waarvan je denkt, kan dat als je rugpijn hebt? En dan is het zeg maar shocking om te zien dat hij daar dan bijvoorbeeld weer heel veel last van kan hebben. Maar ja, terwijl aan de andere kant is het juist goed als je ook gewoon doorgaat en tegen jezelf zegt van ik moet het gewoon doen. Maar is het ook echt goed? Zeg maar, ja, ik weet niet, soms denk ik ook, moet je dat nou wel doen? Is het nou wel handig? Alsof je... dat er soms met een scheef oog wordt gekeken als je juist
iets doet wat je niet zou kunnen. Terwijl eigenlijk zouden we dat moeten, daarvoor moeten cheeren. Maar moeten we daar juist niet voor cheeren? Zo van, is het wel... Ja, ik weet niet. Het is een soort van waves aan emoties en gedachten daarover. En daar valt het bij ons dus enorm mee. Hè? Het is hier alleen heel af en toe komend met... Ik snap echt dat je op vakantie gaat. Maar moet iemand dan altijd maar op bed liggen? Of moeten we juist aanmoedigen dat iemand juist een normaal leven probeert te hebben met pijn? En als mensen zeggen van, oh je zeurt, trouwens bij hem zegt nooit iemand die zeurt, denk ik altijd. Maar moeten we dat eigenlijk überhaupt nog wel zeggen over mensen die pijn hebben? Zeg maar, wie heeft daar wat aan? Als je het hebt over pijn hebben, wanneer is het zeuren? Wat is zeuren? Wat is zeuren eigenlijk? Wat is zeuren? Ik denk dat we die term best wel snel gebruiken terwijl iemand bijvoorbeeld over een emotie praat. Ik denk dat voor mij zeuren is als iemand heel lang over hetzelfde dingetje blijft doorgaan. Ja, maar ook dat mag. Ook dat is niet raar. Als je constant bijvoorbeeld een iets hebt, weet ik veel, last van je arm of zo, en je zegt het de hele tijd, is dat een zeuren of een benoemen van een gevoel uit, zeg maar. Kijk, het laatste wat je wil is dat je iemand helemaal... Shush, je mag niet praten over emotie en dat het er over 10 jaar uitkomt. En dat diegene denkt, wow, ik werd nooit gewaardeerd toen ik zo ziek was of pijn had of whatever. Gedachten, spinsels. Ja, ik weet niet of jullie me een beetje begrijpen. Maar als iemand hier wat over wil delen of zo, please be my guest. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij anderen werkt. En of mensen dit herkennen. En ja... Hier valt het allemaal heel erg mee hoor. Het is meer echt andersom. Dus dat mensen hier komen en denken van... Ik wist wel dat je last van je rug hebt. Wow, wat de hel. Weet je, wat gebeurt hier en zo? Terwijl ik vind, nou dat... Ja, dat mag je best meer laten zien of zo. Maar ik snap ook dat je ervoor kiest om dat gewoon niet te doen. Maar ja, dan krijg je weer dus de vooroordelen. Mensen zeggen, het valt dan wel mee. Het is het een of het ander, hè? Ik wil mijn haarborstel pakken. En ik heb hier de la met haarspullen. Die krijg ik niet open. Maar als ik hem indruk, hoor ik een spray. Let op. Wat wordt er nu gesprayed? Wat is er juist gesprayed? Letterlijk, ik deed... En ik hoor... En ik denk echt, wat... Laat ik hem open. Oh, hier. Is dit hem? Het ruikt fris. Het zal wel een ander haarspreetje of zo. Nou. Anyway. Ik wil niet zoveel aan mijn haar doen. Ik heb het gewassen uitgebreid. En aangezien we morgen vliegen, ik wil het er even inplechten. Het is zo lekker om te vliegen met ingevlochten haar. Het is echt mijn ultieme vliegtip voor iedereen. Gewoon je haar invlechten. En met de kleine ook, als je er tijd voor hebt. Ik doe het elke keer. Het is zo lekker dat het even vast zit. Niet... De weg en gewoon wat er ook gebeurt. Je kan er ook lekker op slapen, liggen. Alsof ik nog slaap in het vliegtuig. Maar het is gewoon weg. Het is chill. Ja, dat is echt wel mijn flight tip. Ik vind het wel awesome als mensen echt met zeg maar hun haar mooi kunnen. Maar vlucht van 10 uur of zo. Ik doe wel tegenwoordig. Vroeger deed ik zeg maar ook zonder make-up en zo. Tegenwoordig doe ik wel een beetje. Omdat ik... Dan het gevoel dat ik een beetje nog mens ben of zo. Klinkt heel raar dit, maar na zo'n vlucht zie ik er zo verrot uit. En dan in het vliegtuig ga ik naar de wc en kijk naar mezelf in de spiegel, denk ik. Oh my god, maar als ik een beetje wel opgemaakt, dan heb ik toch minder. Maar net als nu, denk ik echt, ja, het had niet gehoeven. Maar zo beter voor me. Oké, anyway. Oh, nou, doorzichtig haarklem. Zo. Perfect. Voor haar oma, zo. Oké. Chop, chop, we gaan. Let's go. Hey, we are off to oma in Den Haag. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, en tussenstopje bij de KFC. Ja, dank u. Het is banaan. Is dat banaan? Laat me eens even proeven. Serieus? Hebben we banaan gedaan? Nee, toch? Nee, dat is aardbei, joh. Oh. Dat is aardbei. Even kijken, waar is mijn vega dingetje? Dat is, kijk nou hoe cute, die is voor Mila. Dit is duidelijk voor Mila. Mila? Dit zijn mijn vega's, denk ik. Staat er ook niet op. Hey, je hebt een burger, toch? Ik heb een burger, ja. Papa heeft een burger, jij had... Oh, een spelletje. Is dit voor mij? Ja.
Wat is dit dan? Oh. Waar is dat mijn kip? Is dat mijn kip? Ik weet het niet. Ja, ja, maar je wilde eten ook, toch? Kijk, hoe schattig. Dit heeft Mila van Steven Lisette gehad voor vakantie. Dit brilletje. En deze. Dan had ik die heel toevallig gevonden. Moet ik even zeggen, die uit Duitsland. Klein zakje. Ik had deze gevonden. Ik denk, hey, er zitten nog een paar van die biggetjes in. Beetje van zitten snoepen. Precies die! Nou, hoe klein is ze? What are the odds, zeg maar. Jong. Jongens, oké, okay, we zijn dus aan het inpakken. Mila is lekker bij de buren spelen. Ik kwam er zelf mee. Moet ze even lekker bij ons spelen. Inpakken is goed als klaar. Ik heb hier de laatste dingetje ook al liggen en alles. Dus wij waren bij oma. En oma heeft nog gehad een soort van vuil ding liggen. Of althans, ik denk of het ligt hier nog van pa. Want er is een deur bij ons. Die kan niet op slot. Oh, hij zegt, kan ik fixen met een vuil ding. Heeft hij dat vuil ding mee? Ik zeg, je gaat toch niet... Dat... We gaan morgen op vakantie. Like, het is geen prioriteit. Hè? Het is dat de deur niet helemaal lekker met een sleutel dicht gaat. We doen nooit op slot. En wat denk je? Dit? Is het gelukt? Dat ding die heeft niet eens meer een handvat. Nou, juist. Dit is echt gewoon... Herkent iemand dit? Hij kan op slot. We hebben het serieus aan doen dat ding nog... Maar dit doet hem nooit op slot. Ja, hij is op slot. Maar nog een klein beetje door. Liefie, het zit wel even anders gewoon op vakantie. Oké. Kijk even wat ik bij de Kruidvat gescoord heb als cadeautje voor de vakantie. Een cameraatje, dat is 9,95 was die. Vet cheap, cute. En er kan dus een micro SD kaart in. En toevallig hebben we die. Van die zeg maar in, we hebben een micro SD in de vlogcamera, maar ook in de, voor de podcast. Wacht, het is wel 128. Ik weet niet of je dat doet eigenlijk. Het is niet een mini, want er stond echt zo van, dat kan, je mag maximaal 32. Oh. Denk je dat dat uitmaakt? Ik heb hem opgeladen. Waarom gaat hij niet aan? Hij was opgeladen. Oh ja, kijk. Lachen. Ik weet niet of als je dit kijkt of ze nog hebben hoor. Maar ik zag het. Ze hadden met roze en blauw. Ik dacht, mevrouw, blauw, dat is haar favoriete kleur. Kijk dan. Ik kan filmen. Instellingen. Ik dacht, ik haal hem heel even uit de doos. Laat ik hem even op SD-kaartje in. En dan kan ze dit als cadeautje uitpakken. En dan, oh my god, ik heb een foto toestel. Er zit ook een kabeltje bij. Kijk. Oké, zo. Zo'n kinderding. Er zitten ook filtertjes in en zo. Vet cute. Ze hebben wel vaker verteld, maar dat is echt gewoon zo'n tip voor vliegen. Dat je dan gewoon, dat ze iets cadeau krijgen. Of een klein cadeautje. Of een paar kleine dingetjes. Whatever. Dat ze daar in ieder geval in het vliegtuig zoek mee zijn ook. En ook gewoon, weet je, oh, ik zei dat vakantie. Nou, 9,95. Ik vond het een prima prijsje. En het grappige is, we hadden dus al gekeken naar kindercamera's. En ik zou zweren dat ik deze voor 80 euro bol had gezien. Dat iemand die aan het resellen is ofzo. Maar nu zag ik hem voor die prijs. Ik dacht echt, nou oké. Hier, want deze heeft... Kies dus 28 fotolijsten, 7 filters of film in full HD. Met 32 gig uitbreidbaar, voldoende ruimte voor meer foto's. Blabla. Ik zou zweren dat ik heb gelezen bij die dure, zeg maar. Dat dat gewoon... Deze dan. En er staan zelfs spelletjes op. Oké, nou, enough. Even, als ik dit nou doe. Dan druk je op oké. Oh. Jongens, ik ga de vlog afsluiten. Ik ben alle laatste dingen aan het doen. Ik ga even de laatste vlog editen. Het is zo ver. Morgen! Morgen. Woep, woep. Zin in. Oké. Okay. Bye, wel rusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Toch?